you're right to feel that way, but you also have to remember that we're all in this together, okay? And you always have to remember that you're not alone, do you hear me? You always have to remember that, okay? No, baby, you're not gonna die. You're not. And we're gonna be smart, and we're gonna fight. We are gonna win, and we're gonna take on the people who are just failing to have courage, okay? And also remember something. It's a sign of strength. No, wait, listen to me. It's a sign of strength to have emotion. So never apologize for having emotion either. You understand me? Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Ja, dat fragment is zo tekenend. En het is zo raar dat mensen zo'n vertrouwen hebben in politici. En dat ze denken dat politici alles wel kunnen oplossen. Dames en heren, dat was helemaal de snowflake. Die sprak met Kamala Harris. Dat is zo'n presidentskandidaat voor de Democraten. Ze hoopt dat te worden. En het vertrouwen wat voornamelijk sommige jonge mensen hebben in dat politiek een soort van alles kan oplossen voor ze. Het vertrouwen in politici is zo absurd, is zo bizar. Ik ben bang dat ik doodga. Je moet me helpen. Politici kunnen niks. Dat hebben ze wel bewezen. En ze willen ook niks doen. Ze roepen maar wat. En ik ga dat zo duidelijk laten zien. Ja, ik heb de bloeddrukmeter heb ik erbij namelijk. Want ik ben zo woedend en laaiend op Jesse Klaver. Ik heb de bloeddrukmeter heb ik erbij. Want ik moet mezelf inhouden. Ik moet op mezelf passen. Want wat deze gast gisteren gedaan heeft. Nou goed, ik kom er zo op. Maar jullie weten, wij doen dit. Ik kan dit doen dankzij jullie steun. En nogmaals, ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen hoe dankbaar ik daarvoor ben dat ik dit kan doen. En dat we dit in de vrije wereld met een open en eerlijk geluid dit allemaal kunnen behandelen. Want dit kan helemaal natuurlijk niet in de mainstream media. Maar dankzij jullie steun op jensen.nl zie je hoe je dat kan. Kan ik dit doen? Maar wat ook even belangrijk is om neer te zetten, is dat door jullie steun, dat er echt geluisterd wordt naar wat hier gebeurt. Hè? En het wordt in de gaten gehouden door de mainstream media. En dat is even heel belangrijk. En dat wil ik nog eens een keertje aantonen. Omdat ik gisteren op NOS Stories, dat weet je misschien niet, maar dat is iets op Instagram en dat heeft echt veel volgers. En dat is voornamelijk bedoeld voor een jongere doelgroep, waar de NOS dan met haar linkse propaganda die mensen wil bereiken via de nieuwe media. NOS Stories heet dat. En moet je naar wat zij dan gisteren eruit gooien over die boerenstaking. Overigens, boerenstaking, boerenprotest. Protest. Fantastisch, die gasten. En ik heb het gisteren ook al gezegd, ik sta er 100.000% achter de boeren. Maar hierover veel meer straks. Maar NOS Stories, die komt met één bericht hierover. Dit is het enige wat ze wilden vertellen aan hun, zeg maar, jonge doelgroep op Instagram. En dat is dit. De duizenden boeren veroorzaakten vanochtend enorme files. Maar al die boeren moesten vanmiddag natuurlijk ook weer terug, met als gevolg dat de wegen vanavond weer vast stonden. Boeren demonstreren NOS Stories. Dat was hem. Niks inhoudelijks waar het de boeren om gaat. Terwijl die pagina staat natuurlijk vol als er een protest is over het klimaat. Of over iets met milieu. Dan staat die site vol met inhoudelijke propagandatroep. Maar de boeren zijn fileveroorzakers. En verder dan dat gaan ze niet. NOS Stories is wel vrij. Man, nogmaals, door jullie steun kan ik dit allemaal aantonen. Maar zij kijken ook mee. Hè? Want dit is een aantal maanden geleden. Voor de mensen die het vergeten zijn. Wij hadden een item in het online programma wat ik deed, zeg maar, vlak nadat mijn talkshow van de buis gehaald werd. En toen had ik het over NOS Stories. Toen waren wij erachter gekomen dat zij op Instagram niemand volgden aan de rechterkant van het politieke spectrum. Dus het is zo overduidelijk natuurlijk zelfs. Maar daar hadden ze helemaal niet op gelet. Dus we hadden gecheckt. Kijk, minister-president. Nee hoor, niet. Klaas Dijkhoff van de WWD. Nee hoor, ook niet. Theo Hiddema. Nee. Thierry Baudet. Nee. Geert Wilders. Nee, natuurlijk ook niet. Maar Jesse Klaver zullen ze dan ook wel niet volgen. Ah, dat deden ze wel bij NOS Stories. Nou, een week later... En een dag nadat we dit uitgezonden hadden, hadden ze het aangepast. Want een week later konden we laten zien dat opeens wel Geert Wilders gevolgd werd. En de minister-president en Thierry Baudet.
Maar het feit dat wij dit aantonen en dat zij dat meteen corrigeerden. Ze weten dat we kijken. Ze weten dat we kijken. En het heeft allemaal effect. En het is belangrijk. Dankzij jullie steun. Dank je wel. Maar nu. Jesse Klaver. Ik ben nog nooit, denk ik, in mijn leven zo woedend geweest op een politicus als Jesse Klaver. En het is naar aanleiding van de tweet die hij gisteren eruit gooide over de boeren. Over de boerenactie. Dit zegt deze arrogante kwal. Ik snap de boosheid van boeren. Maar het systeem van de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland. Dat is geen leuke boodschap, maar wel de waarheid. Dit kabinet moet snel met een plan komen om de onzekerheid bij boeren weg te nemen. Dit zijn boeren. Die hebben een business aan de gang. En het is ongeveer het oudste vak wat er is. En de Nederlandse boeren zijn ook goed en succesvol. Het is een succesvolle industrie. En al de Nederlandse boeren die worden natuurlijk gek van alle domme regelgeving vanuit Den Haag en vanuit de EU natuurlijk. En ze doen hun best om te overleven en ze doen dat fantastisch. Ze doen het fantastisch. Het is een goede, gezonde industrie op het allerhoogste niveau in de wereld. En wat zegt deze gast die in zijn leven nog nooit gewerkt heeft? Die nog niks gepresteerd heeft? Die als je zijn hand waarschijnlijk ziet, het is van fluweel. De man heeft nog nooit iets aangepakt in zijn leven. Deze marionet van de nieuwe wereldorde. Deze clown. Wat zegt hij over deze hardwerkende mensen? Ja, het is jammer. Het is hard. Maar we gaan jouw business gewoon helemaal slopen. Want de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland. Het is jammer. Het is niet anders. De arrogantie hiervan. De arrogantie. En dit is de arrogantie van linkse denken. Dat ze overal mee weg kunnen komen. Dat ze natuurlijk door de media niet gecorrigeerd worden. Want hij was gisteravond de hele avond met deze boodschap als die op tv. Deze mensen hebben nog nooit gewerkt. Deze mensen weten niet hoe economie werkt. Deze mensen hebben nul empathie. Nul empathie. Ze schreeuwen de hele dag met wijzende vingertjes. Zeggen ze wat jij fout doet, wat jij fout doet, wat jij beter moet doen. Ze houden zichzelf er totaal niet aan. Wat kunnen we het nog herinneren? Kunnen we die foto even laten zien van meneer Klaver? Naar Barcelona? Stond hij bij gate C9? Met zijn mooie praatjes. En met zijn wijzende vinger. En met ons de hele dag vertellen wat wij fout aan het doen zijn. En waar voor hun gelden andere regels. Hè? Want zij zitten op zo'n niveau. Deze gast durft gewoon een succesvolle Nederlandse bevolkingsgroep aan te spreken. Die gewoon fantastisch werk doet. Fantastisch werk aflevert. Die durft die toe te spreken van, nee, je gaat er maar aan wennen. Want wij gaan je business slopen. En de arrogantie van deze mensen gaat zo ver dat hij dus ook nog op dat protest verschijnt. En diezelfde boodschap tegen deze groep vertelt. Dit is ongelooflijk. En natuurlijk is de reactie is heel begrijpelijk. Maar die reactie was bijna nog ingehouden. Dat zegt gewoon hoe tolerant wij zijn dat dit soort absolute randdebielen. Deze niet-empathische, haatvolle mensen. Hij gaat gewoon op dat podium staan en hij geeft dezelfde. Hij zegt tegen de mensen, ik ga jouw business slopen. En ik weet dat het succesvol is, maar het is niet anders. Het is een harde boodschap, maar ik ga het gewoon doen. Ook op GroenLinks is men boos. Wat doet u morgen met dit protest? Ik snap de woede. Ik begrijp het. En ik zie hoe jullie aangeven dat het niet alleen aan de boeren ligt. En jullie voelen je genaaid. En terecht. Want als het gaat over de aanpak van klimaatverandering of stikstof, dan gaat het niet alleen over de agrarische sector, maar over Schiphol, over de industrie en op al die andere terreinen. En u mag de rug mij toekeren. U mag uw middelvinger opsteken. U mag het totaal niet met mij eens zijn.
Ik zal altijd blijven vechten voor een agrarische sector die wel werkt. En iedereen! Oké, dankjewel. Die moet u niet geloven. Er gaan grote veranderingen komen. En het enige wat ik u kan beloven is dat we dat op een manier gaan doen. Dat het u zo min mogelijk raakt. Maar het gaat u raken. En dat is de waarheid. Dank u wel. Hoe durft... Mevrouw Dikvaart. Hoe durft deze loser zo te praten? Met hardwerkende, eerlijke, professionele, goede mensen die zoveel betekenen voor Nederland. Hoe durft hij? Schaamteloos. En dan zat hij gisteren ook. Zat hij in De Wereld Draait Door. Ik kan het fragment niet laten zien, omdat BNNVARA is zo bang voor wat wij doen. Wij kunnen geen fragmenten meer gebruiken, want ze gooien ons helemaal plat. Vorige week is dat gebeurd. Dan zie je ons niet meer op YouTube. En ondanks het feit dat wij van onze belastingcenten die kutcontent van BNNVARA betalen, kunnen wij niet gebruiken. Ook al is het nieuws nieuwswaardig. Want ik doe het dan maar gewoon. Maar we pakken ze wel op andere manier. Maar daarom heb ik even uit laten schrijven wat Klaver gisteren bij De Wereld Draait Door zei. En dit is nog meer het toppunt van dommigheid en arrogantie. Maar het is heel belangrijk voor het punt wat ik hierna wil maken. Want dit is echt zorgelijk wat hier gebeurt. Hij zei: China is een... Oh, dat moet even met een hogere stem dan doen. China is een nieuwe markt die open is gegaan als het gaat over varkensvlees. En daar zit mijn zorg. Als wij hier vlees gaan produceren. Jullie doen het heel efficiënt, maar het is niet goed voor het klimaat. Het is de verkeerde weg als we het vlees moeten verschepen naar China. De oplossing is dat wij niet in Nederland alles produceren voor de hele wereld, maar dat het op locatie moet worden geproduceerd en dat we naar een kleinere veesector toe gaan. Dus wat deze slissende slemiel, wat deze gast zegt. Hij zegt, ja, China, de vraag uit China is zo groot voor jullie fantastische product hier in Nederland. Die is zo groot, maar dat moeten we niet doen. Want dan, jullie zijn wel succesvol, maar dat past niet in mijn plaatje. En dan komen er allemaal die leugens over stikstof, wat er helemaal niks mee te maken heeft. En het klimaat heeft niks te maken met een gezonde agrarische sector die we in Nederland hebben. En succesvol. Ik blijf dat herhalen, want dat is een heel belangrijk punt. En dit soort linkse gasten, extreem radicaal linkse gasten, die hebben daar niks mee. Die begrijpen niks van een economie. Die begrijpen ook helemaal niet wat het is om te werken en handel te drijven en geld te verdienen en gewoon iets op te bouwen. En ook iets te beschermen. Hè? Dat als je het eenmaal opgebouwd hebt, hoe moeilijk het is om het te beschermen. Wat deze linkse gasten allemaal doen, is die hebben zoiets van... het past niet in ons plaatje, dus stop er maar allemaal mee. Stop er. En die denken helemaal niet na. Weet je, hij roept dat wel. Van, ja, jullie boeren, jullie moeten er maar van uitgaan dat jullie straks gewoon geen werk meer hebben. Maar wij gaan je wel helpen, hoor. En daar komen we weer. Links wil alles vanuit de overheid centraal regelen. Want wat hij bedoelt, is van, ja, wij gaan dan een potje maken. Want jullie verdienen dan geen geld meer, maar dan hebben we een potje. En dan gaan we jullie omscholen. Dan gaan we jullie omscholen. Ja, ik weet, jullie hele familie hebben al waarschijnlijk generatie en generatie zijn boeren. Ja, maar dat doen we niet meer. Dat is ouderwets. Dus wat jullie nu gaan doen, jullie gaan windmolens bouwen. Of jullie gaan op Instagram, parfum aanprijzen. Weet ik veel wat ze allemaal voor doen. Die omscholing, want dan kan het ook weer centraal geregeld worden. Want dan kunnen ze weer een nieuw gebouw. En dan kunnen ze daar weer allemaal ambtenaren inzetten. Die mensen gaan omscholen, boeren. En dan is die gezonde business... Die gezonde business dat het was, is kapot gemaakt door linkse ideologie. En het is niet alleen de linkse ideologie. Het is ook de globalisten. En geloof mij hierin, het zijn die globalisten die willen gewoon dat succesvolle business zoals dit, dat naar China gaat. Want we moeten China helpen. En wij hebben het toch al zo goed. Wij hebben het zo goed en we moeten dat spreiden. En ja, als dat betekent dat allemaal Nederlanders zonder werk zitten, dat is dan maar zo. Jullie hebben het zo goed gedaan. En het is zo'n ouderwetse, het is toch een ouderwetse manier van economiedrijvers boer zijn. Je moet maar aanpassen aan de nieuwe economie. En dit is wat ik met eigen ogen gezien heb. Er zijn een aantal dingen in mijn leven, weet je, dat verandert dan altijd hoe je naar het leven kijkt. En dit is zo'n shock voor mij, zo'n eye-opener. Toen ik naar Ohio in West Virginia ging voor mijn tv-programma Jensen Kiest voor Amerika in aanloop naar de verkiezingen die Trump uiteindelijk won. En ik heb daar met eigen ogen gezien wat dat globalistische denken, wat voor schade dat aangericht heeft. Die steden die daar, ik denk Steubenville, Ohio, dingen in West Virginia, het is derde wereld. En wat is daar namelijk gebeurd?
De Obama's en zijn globalistische vrienden hebben al die business, het draaide daar alleen maar om kolenmijnen en staalfabrieken, allemaal gesloten, allemaal naar China gegaan of naar Mexico. Want dat is niet meer onze nieuwe economie en daar moeten we mee stoppen en het is niet schoon en dat soort horseshit en bullshit. Maar wat ik met mijn eigen ogen gezien heb, hoe een hele community in elkaar flikkert en linkse gasten zoals Obama, they didn't give a shit. En dat is waarom Trump gewonnen heeft. Trump heeft vanaf dag 1 gezegd, ik gooi die kolenmijnen weer open, ik doe die staalmijnen weer open en ik ga andere deals doen met Mexico en ik gooi de beuk erin met China, want dit kan niet meer gebeuren. Dat ons eigen volk, Amerikanen, hun baan verliezen, hun hele levensinvulling verliezen. En dat dat naar China gaat. Want hier is de essentie. En links interesseert het geen reet. Onze boeren zijn zo succesvol. Dus dat kan, die kunnen exploderen met de vraag naar hun fantastische producten. En daar moet je gas op geven. Letterlijk gas op geven. Maar links wil het sluiten. En hier is wat je ook zag in Amerika. Het is niet dat die business er niet meer is wereldwijd. Nee, die business is booming. En staal en kolen, daar is enorm veel vraag naar. Dus ik was toevallig dan een jaar daarna was ik in Australië. En ik spreek allemaal met Australiërs. Ze zeggen, ja, weet je, onze staalindustrie is echt booming. En onze kolenindustrie is booming. Hoe komt dat? Ja, natuurlijk in Amerika is dat gesloten. Dat is naar ons toegekomen. En dus in Australië is het booming. Maar die linkse gasten interesseert het geen reet wat hun eigen bevolking overkomt. En Jesse Klaver, die zegt gewoon, jullie business gaat naar de kloten. En luister even naar Barack Hussein Obama. Hè. Dit was vlak voor de verkiezingen. En hij deed een of andere town hall. En het ging dus over dat Trump had beloofd, ik open die kolenmijnen weer. En ik die staalfabrieken open ik weer. En ik zorg ervoor dat er geen banen meer naar Mexico gaan. En dat er heel veel terug moet gaan komen. En ik gooi de beuk erin met China. Maar hier is meneer, that was not who we are. That's not who we are. Well, that's not who we are. Deze man die ook nog nooit iets gepresteerd heeft in zijn leven. Nog nooit iets opgebouwd. Nog nooit geen business gedaan heeft. Die zegt, doe hetzelfde wat Klaver zegt. En hij zegt nog ook eens een keer hetzelfde. Want Obama heeft gezegd, moet je horen. Hij gaat nu zeggen van, ja, maar hoe gaat hij dat dan doen? Hoe gaat hij dan die onderhandelingen doen? Dat kan helemaal niet. Ja, maar dat is omdat Obama het niet kan. Maar hij zegt ook nog eens een keer hetzelfde wat ik ook zeg. We gaan je omscholen. Die banen zijn de oude economie. Luister naar deze landverrader. For those folks who've lost their job right now because a plant went down to Mexico. You know, that isn't going to make you feel better. And so what we have to do is to make sure that folks are trained for the jobs that are coming in now, because some of those jobs of the past are just not going to come back. And when somebody says, like the person you just mentioned, who I'm not going to advertise for, that he's going to bring all these jobs back. How are we going to do that? Well, how exactly are you going to do that? What are you going to do? What are you going to do? There's no answer to it. He just says, I'm going to negotiate a better deal. Well, how exactly are you going to negotiate that? What magic wand do you have? And usually the answer is, he doesn't have an answer. You don't have an answer. That's not who we are. And that's not who we are. Deze man is zo'n dombo. Zo'n dombo. Je naait je eigen bevolking. Hij zegt gewoon letterlijk, ja, die banen komen niet terug. En die banen zijn wel teruggekomen. Ik heb nog steeds contact met die gasten in Ohio. En Trump is het allemaal weer aan het openen. Allemaal weer aan het openen. En er komen weer banen en mensen kunnen weer naar die steel mills en mensen kunnen weer naar die kolenmijnen. In plaats van het allemaal weg te geven aan China. Want dat is natuurlijk een essentie van de globalisten, het idee altijd. Hè? Het verzwakken van het Westen. Dat voel je toch aan alles om je heen. Wij zitten op een slow and steady decline. Omdat we niet meer om onszelf mogen geven en aan onszelf mogen denken. Want dan zijn we nationalistisch, Tweede Wereldoorlog, racist. En Jesse Klaver was precies die dombo van Obama gisteren. Uitkijken, uitkijken, uitkijken. Wakker over zijn hier. Dit is het spel wat die gasten spelen. Slow and steady decline. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat we in de toekomst dat we nog kunnen groeien. Maar niet zoals we nu bezig zijn. En Rutte gaat dat ook niet aanpakken. Deze oud personeelszakenmedewerker van Unilever.
Die zit daar de hele dag. Nee, ik volg uit wat er in de EU gebeurt. God, dan heb ik toch goede banen. Ik was vroeger, nou 10 jaar geleden was ik nog bij personeelszaken. Was ik gewoon bij Unilever. Zat ik, oh jeetje mevrouw, heeft u echt een burn-out? Nou, dan moet u vrijnemen. Weet je, dat is het niveau. Deze man gaat niks veranderen. Maar hier, oké. Jongens, ik doe dit speciaal eventjes omdat ik me even mijn hart moet leggen. Ik ben hier zo boos over, maar ik moet even verlichten. De Rupert Pupkin, de borderline producer van de Jensen Show, nu met zijn eigen Instagram-pagina. Die Rupert Pupkin vindt het altijd zo leuk als ik Barack Obama nadoe met Ed Sheeran. Dus speciaal voor Rupert Pupkin. Daar komt hij hoor. It's not who we are. 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 No, it's not who we are. It's not who we are. That's not who we are. That's not who we are. It's not who we are. Het is ongelooflijk. Het is heel erg. Wat een dag gisteren. Jongens, sponsoren maken dit ook mogelijk, wat we hier aan het doen zijn. En daar ben ik zo dankbaar voor. En steun deze gasten, want ze zijn fantastisch. Diana Medical Care is een sponsor van ons. Die heeft een uitstekende privé-tandkliniek in Budapest, in Hongarije. Waar de prijzen vaak 50% goedkoper zijn dan bij tandartsen hier in Nederland. Ze werken met de nieuwste apparatuur, beste materialen en deskundige tandartsen die Engels, Duits en Frans spreken. Ze hebben ook een voordelige consultatiereis. En Budapest is een prachtige stad, dus daar heb je ook nog tijd voor. Ga naar dmc-kft.eu voor meer informatie. En het scheelt je zoveel geld. Want je weet, zoals met verzekeringen, hoe duur dat kan zijn. Want dit is een fantastische gasten. Stubeco, onze goede vrienden van Stubeco. Inmiddels zo goed als 20 jaar ervaring met het stucadoren van nieuwbouwwoningen. Ze weten waar de scheuren kunnen ontstaan en gebruiken een gaasband van vezel op plaatsen waar eventuele scheurvorming zou kunnen ontstaan. Voor €21 de vierkante meter worden de wanden en plafonds gestucadoord en gespoten met latex klasse 1. Ga naar stubeco.nl. En steun deze gasten. Nederlands Real Estate. Fantastisch. Nederlands Real Estate en AXA Makelaardij hebben als een van de weinigen een gigantisch aanbod woningen in de regio ten zuiden van Alicante in Spanje. Ze doen in nieuwbouw en bestaande bouw. En op hun website nelemans.es kun je de bouw van bijvoorbeeld je droomwoning online via je persoonlijke My Nelemans account volgen. Ga naar nelemans.es en dan kan je lekker kwijlen en dromen over je eigen woning en die gasten voor jou kunnen regelen dat gewoon binnen handbereik komt. Sponsors zijn fantastisch. Dankjewel. Dames en heren, tijd voor de Media Watch. Here we go. Ja, ik heb een hele hoop. Dus ik moet er eventjes snel doorheen. Maar dit RTL Nieuws, jongens. Wat is er met die gasten aan de hand? Wat is er nou met die gasten aan de hand? Moet je eens kijken hier. Alleen maar van die berichten. Niet ons inkomen of immigratie, maar het klimaat baart Nederlanders zorgen. Met andere woorden, zij proberen ons te overtuigen dat het niet ons inkomen is, het dak boven ons hoofd, onze business of immigratie. Nee, dat is helemaal niet meer zo belangrijk. Het is echt het klimaat baart Nederlanders zorgen. En dit is natuurlijk horseshit. Het zal waarschijnlijk een of andere rare peiling zijn die ze zelf gedaan hebben. Maar uit alle onderzoeken komt dat het staat niet eens in de top 10 van wat mensen willen. Complete leugen. Hier, dit ook weer. Kunststof theezakje bij RTL Nieuws. Kunststof theezakje, plastic in je thee. Het zit overal. Dus wij moeten nu geloven dat er plastic in onze thee zit. Bangmakerij. Maar dit was natuurlijk de allermooiste. Hè? Dat krijg je makkelijk natuurlijk de handen op elkaar in de media als het gaat over die klimaatnonsens. Dit was vorige week dat die VN, dat echt 830 klimaatexperts, 37 landen, één signaal. De wereld slaat op hol. Dus kwamen allemaal weer die zee ging meer stijgen en het was erger dan ooit tevoren. Maar dit hebben ze natuurlijk moeten doen. Dat zelfs de Volkskrant heeft hier op gereageerd. Er kwam al snel achter dat dit klopte helemaal niks van. Het is helemaal niet zo erg. En het is allemaal weer paniek, saaierij. En zelfs de Volkskrant heeft ze iets gehad van Jezus, er wordt nu wel heel veel gelogen en het klopt toch niet. Dus die krabbelen nu bij. Die zegt, zee warmt niet nog sneller op. Wetenschap schrapt geruchtmakende studie. Dus echt, iedereen was het erover eens. Al die bangmakerij van de VN. Bullshit. Maar goed, dan zie je dit allemaal. Hè? Dan zie je dit natuurlijk allemaal. De hele dag word je overspoeld met zogenaamde wetenschap. Is het erover eens? Dat klimaat. En nou hebben onze vrienden van Clintel. Dat is Marcel Krok. Onder andere. Die zijn met fantastische dingen bezig. En die hebben bij de United Nations hebben ze aangeboden een fantastisch rapport. En 500 wetenschappers hebben ze geschreven dat there is no climate emergency. Maar behalve wat
kleine websites. De grote media pakt dit helemaal niet op, zoals RTL Nieuws de hele dag vol staat. En de Volkskrant nog steeds de hele dag vol staat. En alle media vol staat met die climate change nonsense. En 500 wetenschappers hebben hun naam erachter gezet. Inhoudelijk helemaal onderbouwd. Er is geen crisis. En dat hoor je dan weer helemaal nergens. Het Jeugdjournaal. Wat is dit toch verschrikkelijk. Hoe onze jeugd verpest wordt. Ik heb geen kinderen. Ik wist niet dat het zo erg was. Dit is ook weer een reportage. Een nieuwsvoorziening voor kinderen over gletsjers. Daar komt hij hoor. Het gaat om deze gletsjer. Een grote ijsvlakte op de berg de Mont Blanc. Een gigantisch stuk ijs dreigt als een lawine naar beneden te storten. Het is zo gevaarlijk dat onderaan de berg wegen zijn afgesloten en mensen uit hun huis zijn gevlucht. Net als hier worden over de hele wereld veel gletsjers kleiner. Het komt allemaal door de klimaatverandering. Door de uitstoot van broeikasgassen smelten niet alleen gletsjers, maar ook de ijskappen op Groenland en op de Zuidpool. En dat gesmolten ijs stroomt als water de oceanen in. En daardoor stijgt het water in de zee. Dat dit allemaal gebeurt is al langer bekend. Maar volgens wetenschappers gaat het dus veel sneller dan eerder werd gedacht. En dat is dus een complete leugen. Dat is dus wat zelfs de wetenschappers moeten zeggen. Nee, dat was het nonsens. Maar hoe kinderen dit in hun hoofd gegooid wordt, is zo erg. En dit is een tip van, het is al een tijdje geleden. Maar dit ging over het feit dat in Oostenrijk op de lagere scholen hoofddoekjes verboden worden. Maar moet je nagaan hoe ze dat dan ook brengen. De nieuwe wet moet na de zomervakantie ingaan. En dat betekent dat kinderen geen kleding mogen dragen die een groot deel van de haren bedekt. De politici die de wet hebben bedacht worden rechtspopulistisch genoemd. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze fel tegen de islam zijn en dat ze willen dat er minder vluchtelingen naar Oostenrijk komen. Dat is toch wat rechtspopulistisch. En zo worden de kinderen uitgelegd allemaal. Dus weer rechts frame als iets slechts. Terwijl natuurlijk de essentie gewoon is opkomen voor je eigen cultuur. Ja, hoofddoekjes, dat doen we in het Westen niet. Op scholen. En het is een goede discussie. En in Oostenrijk hebben ze daar een beslissing over genomen. Leg dan uit hoe ze tot die beslissing zijn gekomen. Maar nee hoor, die kinderen worden meteen geframed als van, dit zijn rechtse populisten. En die haten de islam. Er is niks, heeft daar niks mee te maken. Het is gewoon je eigen cultuur, je Nederlandse cultuur. Het heeft niks te maken met haat voor islam. En dat wordt wel zo naar binnen gegooid. Ik heb nog heel veel, maar ik ga morgen weer een volle Media Watch doen. Want ik moet een paar dingen opschrijven. Ik heb nog Erik Clownehaan dingen. Ik heb een fantastisch fragment over een bijeenkomst die ik ooit voorgezeten heb met journalisten. Je weet niet wat je ziet. Kijk morgen weer naar de Media Watch. En heb je wat voor ons? Stuur het naar media@jensen.nl. media@jensen.nl. Maar met al deze negativiteiten, wat het niet zou hoeven zijn, hè, als ik het nou heb over de boeren. Die hebben een fantastische business opgebouwd. En ze doen het zo schoon. Ze werken met al die klote regelgeving uit Brussel en uit Den Haag. En ze hebben een mooie business. En dat moet je opbouwen. Het is alleen maar positief. Grote vraag uit China. Helemaal goed allemaal. Dus ik ben optimistisch. Alleen hoe het constant geframed en hoe die mensen in die hoek gedouwd worden. Dat verdient tegengevochten te worden. En dat doen wij hier. Maar als je ziet de nonsens die de media eruit gegooid heeft door de jaren heen. En hoe het allemaal verandert en hoe ze maar draaien om een punt te maken. Hier, dit is uit op 8 maart 1982 het Leids Dagblad. 2/3 van de Nederlandse bevolking denkt we halen 2000 niet. We halen 2000 niet. Alleen maar bangmakerij geweest. Dit is toch, we halen 2000 niet. En nu is het weer, hè? Nu is het, we halen 2040 niet. We gaan het heel, heel goed halen en bakken er dan ooit. Zie je morgen. Echte geluid hoor je hier.